Rode JC heeft Reuzeler terug na een schorsing en is hier lustig aan het aanvallen met Limbombe. En de eerste kans van de wedstrijd is al in de vierde minuut. Het is Dylan Vente die nadrukkelijk op zoek is naar doelpunten, omdat hij op dit moment met Lennart T van PEC op 19 goals staat. En gedeeld topscorer zijn zij. En dan wil je afstand nemen in die eindfase. Dat is allemaal begrijpelijk. Terence Douglas wordt niet gefloten voor een overtreding op hem. Dus we gaan door met weer Limbombe. Limbombe met veel vrijheid. Wat doet hij? Gaat hij voor eigen succes? Dat doet hij! Het blok nog net van Victor van den Bogert. Raakte die bal nog aan van Limbombe. Maar het is duidelijk, die eerste 35 minuten is het Roda JC dat het spel maakt, wil maken. En het lukt ook aardig. Dit mag zomaar door. Dan komt hier een kans aan. En een vette ook. Oh, of dit misschien de beste optie was voor Ryan Leijten, dat is de vraag. Had misschien beter voor eigen succes kunnen gaan in plaats van Kalinauskas aanspelen. Ja, misschien krijgt hij nog een kans, want hier is Ryan Leijten opnieuw. Leijten wacht lang en dan denk ik dat dit een schot was. Het kan ook een voorzet geweest zijn die voorlangs gaat. Zijn we in de tweede helft. Terence Douglas! Redding is uitstekend van Wouter van der Steen, de doelman van FC Den Bosch. Die een van zijn betere wedstrijden aan het keepen is. Hij heeft aangegeven dat hij eigenlijk deze zomer wel eens hogerop wil kijken. Maar hij heeft nog een doorlopend contract en hier moet hij opnieuw optreden. En dat lukt opnieuw, al kwam de bal van Limbombe natuurlijk wel een soort van recht op hem af. Hoekschop dan in de 70ste minuut. Die mag erin. Of is het een penalty? Nee, het is ook geen penalty, zegt Robin Gansner. Die van Roda vinden dat zeker wel het geval. Zeker Nick Vossenbelt. Maar nog altijd 0-0. Tijd begint te dringen. En dit zijn dan de speldeprikjes die FC Den Bosch er tegenover kan zetten. Dat is niet al te veel. 10 minuten nog. Nu, waar is Vente? Komt naar de eerste paal. En dan is dit een aardige poging, maar ook niet meer dan dat. Van Arjen van der Heijden. Nee, deze wedstrijd stevend af op 0-0. Het is gewoon knap dat de makers van deze samenvatting deze hoogtepunten nog hebben kunnen vinden. Want hier is Vente weer niet met zijn 20ste. De teleurstelling druipt van de gezichten af. Vooral die van Vente. Nicolai Müller is er dan ingekomen. Er zijn nog wel meer spelers gewisseld, maar Müller, die is een spits met nummer 9. Daar verwacht je dan wat van. En dat is terecht, want daar is hij met de verrassing. Roda JC de kansen, FC Den Bosch de goal. Met nog maar 5 minuten spelen. Hoe verrassend is dit? Hier had totaal niemand meer op gerekend. Douglas dan, want dan gaat Roda drukken. En een wanhoopsoffensief. Nou, Van der Steen. Wie anders aan de kant van Den Bosch. Wat een haast heeft Thomas Kaczmarek. Begrijpelijk natuurlijk. Oh, dom van de doelpuntenmaker. Nicolai Müller pakt hier uiteraard terecht een gele kaart. Maar wat dom om dat daar op het veld te doen. Maar goed, je geeft natuurlijk alles voor die 3 punten als je FC Den Bosch bent. Dat is ook wel weer begrijpelijk. Zit er dan nog wat in? Douglas misschien? Nee, de muur. Oh, het is een penalty! Dan heeft Gansner Hens gezien van Müller. Die zegt nee, het waren mijn billen, het was mijn borst. Nee, zegt Gansner, jij krijgt rood, 2 keer geel. Je gaat eraf. En Vente mag dan nog een penalty nemen in de blessuretijd. Ja, zo kort is er nog maar. Vente. Oh, Van der Steen. Wouter van der Steen stopt de slecht ingeschoten strafschop van Vente. 1 minuut nog heeft Roda om een puntje te peuren. En dan gebeurt er dit. Dan gaan mensen trekken, duwen. Dan wordt het nog grimmig. Maar aan de eindstand verandert niets meer, want de bijbehorende vrije trap gaat ruim voorlangs. Wat een verrassing. Den Bosch wint in Kerkrade met 1-0 van Roda JC.